allemaal en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag woensdag. Ik heb echt een hele verwarrende week gehad. Maandag stond ik om 7 uur op mijn stage terwijl ik om 11 uur moest beginnen. Toen dacht ik dat we de afspraak hadden gemaakt dat ik dan dinsdag om 11 uur zou beginnen in plaats van om 7 uur. Maar dat bleek ook niet zo te zijn. Dus dat viel af. En vervolgens... Oh, mijn foto is van in de weg gekomen. En vervolgens was het dus zo dat ik vandaag een beetje irritatie had op stage. Dus echt een hele heerlijke week was het niet voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was echt wel een week dat ik dacht, of tenminste een paar dagen, want de week is nog niet eens voorbij. Ik dacht echt van, oh my god, ik ben er klaar mee voor deze week. Echt, ik heb echt een beetje een pest week. Vandaag een gesprek gehad op stage, hoe het dus nu allemaal gaat en zo. En ja, ik vind het op zich redelijk gaan op een paar dingen na, maar daar wordt nu aan gewerkt, om het maar zo... Mijn stoel kraakt echt heel erg. Daar wordt dus aan gewerkt, om maar even zo te zeggen. Ja. Het is inmiddels... Mijn telefoon doet heel raar. Half zeven. En ik ben echt kapot. Ik heb nog een paar dingen te doen vanavond. Daar ga ik jullie later allemaal meer over vertellen. En daarna dan is het denk ik ook gewoon op bed. Ik weet niet hoe laat ik klaar ben. Dus maar weer de vraag. Ik heb thee gezet. Dit hele kleine theepotje. Bij de intratuin vandaan. En hier zit dus zo'n kruidendingetje in. Hier doe je kruiden in. Giet je heet water in. In dit geval heb ik munt. En dan heb ik dus een heerlijk. Ik ga het jullie laten zien. Thee. Ik heb nu een heerlijk kopje muntthee, die waarschijnlijk nog veel te heet is om te drinken. Dus daar wacht ik nog wel heel even mee. Ik denk dat het niet zo lekker is als ik nu een vlog ga nemen. Ja jongens, ik, zoals ik net al zei, ik ben echt een beetje klaar met deze week. En hoe de rest van de week verloopt, ik heb geen idee. Vrijdag komt mijn nieuwe bed binnen. Ik heb een tweepersoonsbed gekocht. Die komt vrijdag binnen. En zaterdag gaan we het in elkaar zetten. Dus dat ga ik natuurlijk allemaal vastleggen. Het is wel zo leuk om te doen. Het is voor mij ook wel even een dingetje. Ik heb nog nooit een tweepersoonsbed gehad. Dus ik ben er heel blij mee. Het gaat me lekker veel... Het gaat ruimte innemen. Maar ik vind het wel heerlijk om straks een tweepersoonsbed in mijn kamer te hebben. Gewoon lekker ruimte. Tenminste ruimte in bed, laat ik het zo zeggen. Het noem me nu tegenwoordig. Ik heb een eenpersoonsbed. En dat weten jullie wel, maar... Tegenwoordig ben ik mijn kussen elke nacht kwijt. Omdat ik geen hoofdsteun heb. Mijn dekbed is elke nacht helemaal kwijt. Omdat ik ook geen voetensteun heb. En ik gooi mijn dekbed er elke keer naast. Dus ja, het is wel een klein beetje een gedoe. Maar goed, ik heb de ruimte voor een tweepersoonsbed. Want hij komt eigenlijk net zo ver als dat kleedje nu ligt. Dus dat is eigenlijk het extra gedeelte. En het gedeelte wat daar dan dus is, dat blijft nog allemaal vrij. Dus ik heb op zich nog gewoon prima genoeg... ruimte. En joh, ik doe toch niks. Het is niet dat ik hier een dansje elke avond ga lopen doen op de vloer of zo. Of weet ik het wat. Of dat ik hier nog met auto's of Barbies op de grond speel. Dus die ruimte die kan ik best innemen om een groter bed neer te zetten. Dus ja, dat is een beetje wat het is. Ik ga genieten van mijn munthee. Ik ga even bijkomen. Ik ben niet helemaal lekker. Ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik denk dat ik ook gewoon lekker... Als het mee zit, alles vanavond, dat ik gewoon een beetje op tijd mijn bed inga. Het is ook wel lekker, desnoods ga ik gewoon nog een filmpje kijken of zo. Maakt niet uit, maar ja. En de week daarop, volgende week, gaan we naar Nielsen. En daar heb ik zoveel zin in. Ik ga het trouwens niet filmen. Misschien via mijn telefoon, even kijken hoe wat. Maar sowieso, je camera meenemen in zo'n grote concerthal, lijkt me niet heel slim. Ik neem gewoon mijn telefoon mee en ik weet niet eens wat ik ga doen met tas of mijn geld. Waarschijnlijk neem ik gewoon niks mee. Maar ja, daar heb ik ook wel heel veel zin in trouwens. Maar dat is volgende week pas. Eerst deze week, want dan krijg ik mijn bed. En daar ben ik heel blij om. En ik ben stiekem ook wel heel blij dat deze stage week, die eerste 3 dagen dus, dat die lekker voorbij zijn. Want
echt heel erg chill vond ik het niet deze week. Maar goed, iedereen heeft wel eens een mindere week of dag, toch? Goed, het is later op de avond. Mijn make-up ziet er niet uit. Het zit overal. Het is bagger. Het is 9:45. Ik ben klaar met de meeting. Gelukkig, eindelijk. Oh, ik ben zo moe. En nu zit er ook nog wat in mijn oog. Oh, alles is gelukt door deze week, echt waar. Ik wil jullie één ding gelijk al mededelen. En dat is dat ik dit jaar niet aan vlogmas ga doen. Tenminste, niet hoe jullie het van me gewend zijn. Dat betekent dat ik niet de dagen dit jaar ga doen. Ik ga niet van 1 tot en met 24 december elke dag een dag doen. Dat is voor mij niet te doen. En het wordt er voor jullie ook niet leuker op als ik het wel doe. Want ja, ik zit op stage. Het is de drukste maand ever. Ook voor mij en zeker nu op stage. Dus het is best lastig. Ik heb er dan wel... Mijn camera is echt wazig. Ik weet niet hoe dat kan, maar hij is wazig. Wat ik wel wil gaan doen... Ik wil heel even mijn agenda nog een keer checken. Want volgens mij had ik het goed gezien. Ik wil namelijk wel de... maanden, zeg maar, gaan doen. Of tenminste de weken gaan doen. 1 december is op een zondag. Wat betekent dat dat niet mogelijk is. Dus ik neem de 1 december mee in de allereerste weekvlog. In vlogmas stijl. Betekent wel dat ik dus ook intro's ga maken voor een week. En dat betekent dat zijn 4 weken. Dus de eerste week die koppel ik dus aan. De eerste dag die koppel ik aan de eerste week. Dus dat is 1, 2, 3, 4. Ik vlog door tot de 29ste, dus ook met kerst ga ik door, want anders heb ik er geen 4. En de 30ste, de dag voor oud en nieuw, of tenminste oudejaarsavond, komt dus de laatste vlogmasvideo online. Ik zal ze op de maandag uploaden. En misschien dat ik 25 november al begin. Dat is puur... Sowieso week vlog ik, dus de week daarvoor begin ik sowieso. Maar ik bedoel qua kerstthema. Omdat 1 november daarin valt. Of 1 december valt daarin. Jongens, het is laat. Waarom bespreek ik dit nu? Ik ga me omkleden. Ik ga naar mijn bed. Ik ga even gewoon medicijn nog innemen. Want mijn gewrichten van mijn handen doen heel zeer. Ik weet niet hoe ik daar nu aankom. Maar mijn hele arm doet zeer. En ik weet niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Maar het is echt deze kant. Mijn hele arm doet zeer. Mijn gewrichten van mijn pols doen zeer. Mijn vingers doen zeer. Geen idee wat er aan de hand is. In ieder geval, ik ga alles afsluiten. Ik zorg dat alles op de lader ligt. Want ik heb vandaag een lege laptop mee naar stage genomen. Ook niet zo handig. Mijn tas is ingepakt. En de rest van mijn spullen ook. Dus ik ga nog even wat drinken. Medicijnen innemen. En dan ga ik naar mijn bed. Oh mensen, goedemorgen. Het is zo koud buiten. Ik loop serieus. No joke. Met een jas. Die gisteren in de was is geweest, waardoor die nu nog klam is. Oh, dat is echt niet te doen. Ik heb vanmorgen gedoucht, dus mijn haar is ook nog stijknat. Ik heb geen drinken bij, bedenk ik me nu. Nou, dat hou ik zo wel. We komen er net achter dat wij de komende 3 uur geen les hebben. De docent is ziek. Er is geen les. Maar hey, we moeten wel naar school. Natuurlijk, nou ja. Als we vrij zijn, zijn we vrij. Maar alsnog, 3 uur jongens. Daarna heb ik 1 uurtje mentorles, waarvan we alweer een dreiging kregen van de mentor. Daarna is het zo dat we weer een uur tussenuur hebben. Daarna hebben we 2 uur zelfstudie. En daarna, dan zitten we al de rand van 5:30, 6:30, heb ik een lesje praktijk. Waarin ik misschien wel... Misschien niet wat ga doen, het is maar weer de vraag. Maar jongens, om zo weer een dag school te beginnen, is echt niet te doen. Is echt niet leuk. Maar ja, we moeten. In ieder geval loop ik nu even naar de supermarkt om wat te drinken te halen. Want hey, jammer. Ik heb er niks bij.
En ja, dat is het. En dan ga ik misschien richting Mackie. Ik heb al 2 dagen lang ontzettende trek in Mac. Dus misschien dat ik dat dan wel lekker wil gaan halen. Why not? Maar goed, ik stop de camera en ga mijn handen in mijn zakken. Want oh, ze is zo koud. Goed, ik ben aangekomen bij de Mac. Ik ben niet alleen. Chantal is er. En Natuska die staat daar verderop. Die staat haar maaltijdje voor elkaar te zoeken. Ik heb net een hamburger op om weet ik het hoe laat 's ochtends. Hoe laat is het? 9:30 's ochtends. Ik heb veggie nuggets. Ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Ik hoor iedereen erover, dus ik ben benieuwd. En ik heb een croissantje. Dan is mijn bodem gelegd, want ik heb net al een broodje en een banaan gegeten. Dus als ik straks nog honger heb, dan kan ik altijd nog meer halen. En ik heb nog 2 bananen, ik heb nog 4 broodjes, ik heb nog 3 flesjes drinken. Dus ik red het wel tot 5:30. Maar ja, we moeten wat. En als we tussenuur hebben, dan gaan we gewoon lekker hier zitten. Dus nu nog wachten op Natuska, die is druk keuzes aan het maken wat ze allemaal gaat nemen. Dus ja, lekker ontbijten. Een soort van lunchen, brunchen, ontbijten, hoe je het wil noemen. Maakt niet uit, het is in ieder geval ongezond. We kunnen het netjes houden. Of heel erg maken. Ja. Ze heeft 4 hamburgers. Nee, maar wat niet. Why? Hoe krijg ik op? Je oma heeft. Mijn oma? Wat schrijft mijn oma dan? Eet smakelijk. Ah, dat is lief. Ik ga er even bellen. Sinclair, rust van Expresso. Hoe moet ik hierop reageren? Oh, die is heel heet. Oh. Wat was? Doe Expresso. Goed, ik kijk niet in. Het is heet. Ik kan het niet in één keer af, man. Het is veel te heet. Corrup komt er vanaf. Ik heb een bewoonster waar ik het heel goed mee kan vinden op staart. Maar ik ging naar Kistel Stork. Zit op een gegeven zuster. Pop. Ja. Oh, eindelijk. Ik ben nou, nog een munt, thee. En op naar de bus, let's go. Ga je goed? Ja, maar ik ben gewend met boxspring. Je bent geen lattenbodem gewend. Ja, dat is wel waar. Oké, als ik zwaar ben. Dit is het bed dat morgen binnenkomt. We zijn bij het beter bed aan het kijken naar mijn bed. Dit is het bed wat morgen binnenkomt. Ik wilde hem even laten zien. Ik vind hem zo leuk. Oh, eindelijk. Oké, jongens. Er is hier iemand bezig. Goed, ik heb met Chantal en Natuska naar de metro gebracht. Of tenminste, even meegelopen. Want die zijn vandaag even langs geweest. Ik voel me echt beroerd. Maar ik dacht misschien dat de frisse lucht een beetje fijner is. Jongens, er zitten hier groene papegaaien in de boom. Super chill. Ze zitten daar, ze zitten hier in de boom. Dit is mijn tweede keer dat ik. Oh jongens, ze zitten hier boven. I love it. Die Hasselpakketten, jongens, zo leuk. Ik vind het zo leuk, al die beestjes die gewoon voorbij schreeuwen. En ik vind het zo leuk. Ik ben echt serieus 10 minuten blijven staan daar. Gewoon kijken naar de bomen waar die beestjes in zitten. En hoe ze van boom naar boom gingen en weer terug. En zo leuk. Maar goed, het is te koud om daar al de tijd te blijven staan. Dus ik ga maar weer naar huis. Vanavond vroeg onder de wol. Even wat pijnstilling en alles innemen, want ik voel me niet heel lekker. En vanavond vroeg erin en morgen weer richting school. Maar ja,
Dit is wat het is. Het is trouwens wel best wel. Het is niet laat. Valt mee. Het is 10 voor. Dus dat is nog valt op zich wel mee. Maar ja, in ieder geval lekker naar huis. In mijn gemak houden en avondeten. Ik ben thuis. Ik heb zelf niet zo heel veel honger, dus ik ga denk ik niet eten. Ik heb echt geen trek. Maar daarentegen moet ik wel Cody eten geven, dus dat ga ik nu doen. Ik ga zo naar boven even mijn tas in en uitpakken. Ik ga even mijn make-up eraf halen, want dat ziet er ook echt helemaal niet meer uit. Het is zo erg dat mijn camera niet eens meer wil focussen. Nu is het er helemaal uitgelopen. Ik ga het hond eten geven. En daarna ga ik mijn make-up eraf halen. Trouwens, nagels aan het creëren, jongens. Dat is echt lang geleden. Check. Deze zijn iets korter als deze. Maar ze groeien wel. Daar ben ik blij om. Ik heb de hele tijd weer nagels kort geknipt en alles. En nu denk ik, ja, ik laat ze echt gewoon even wat langer groeien, hoor. Het is gewoon veel leuker ook. En veel beter voor mijn nagels. Het is ook helemaal niet heel erg goed als je ze super kort houdt. Heerlijk onder mijn neus. Dus ja, hond eten, make-up eraf halen. Waarschijnlijk ook wel gewoon lekker omkleden. En ik denk een lekker rustig avondje. Ik heb zin om eventjes een filmpje te gaan kijken. Vanavond echt een rustig avondje. Het wordt een druk weekend. Goed, Cody heeft eten gehad en het is nu mijn beurt. Ik ga mijn make-up er zo meteen afhalen, want het is tijd om het bed van zijn plek te halen en alles wat onder mijn bed ligt. Weg te halen. Weg te halen, uit te zoeken of desnoods weg te gooien. Mijn bed gaat van zijn plaats. En we gaan kijken wat het doet. Ik ga beginnen met het verplaatsen. Ik ben heel benieuwd, jongens. Hier komt een waarschijnlijk lange timelapse. En ik zal al mijn vloekwoorden eruit halen of al mijn gilletjes. Want ik weet niet eens wat er achter vandaan gaat komen. Alles is wel in mijn zakken. Gewoon lekker in de container gegaan. We zijn even verder. En ik heb een aantal dingen verplaatst en veranderd. En dat is allereerst. Ik ga aan de andere kant van mijn kamer beginnen. Mijn bureau is omgedraaid. Is teruggedraaid naar de muur. En dat doe ik puur om de reden dat ik wat hiernaast zit. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar in ieder geval, dit is dus hoe het er nu uitziet. Ik heb een deken. Tafel dingetje daar neergezet. Let niet op mijn kleding dat hier ligt. Mijn bureau is teruggedraaid. Het scherm hier, lamp hier. Voor de rest gewoon nog steeds niks op mijn bureau. Jullie zien kussens en jullie zien het al. Ik heb mijn bed de kamer ingedraaid. Het is een enkel stuk minder loopruimte, dat klopt. Maar het ding vind ik wel dat ik eigenlijk ook niet zoveel loopruimte nodig heb. Dit is namelijk het gedeelte loopruimte wat ik heb. En misschien valt het je op, misschien niet, maar dit kastje stond recht, normaal, hoe het hoort te staan.
Het stond namelijk met deze kant bovenop. Ik heb hem dus een stuk gekanteld op zijn zijkant. Ik wil hier twee witte plaatjes op maat laten gaan maken. Gewoon dunne plaatjes. Dat het in ieder geval afgedekt is. En dat wil ik aan beide kanten gaan doen. Maar dat is nu nog eventjes niet het belangrijkste ding. Maar dit neemt en minder ruimte in beslag. Omdat nu die gekanteld is. Want hij is nu iets hoger en iets minder breed. Mijn tv komt hoger. Want wat mijn opa en oma mij net vertelden. Ik heb mijn bed zo gedraaid. En dat betekent dat er daar nog een stukje aankomt morgen. Door mijn tweepersoonsbed. Maar ik heb hier zometeen aan mijn voeteind een ijzer frame. Dat betekent dat als ik daar met mijn hoofd lig, lekker een beetje rechtop zitten, chillen en tv willen kijken, kijk ik tegen dat frame aan. Dus sowieso wil ik mijn tv aan de muur gaan monteren binnenkort. Dus niet ook niet gelijk hetgene wat nu gelijk moet gebeuren. Maar het zou fijn zijn met de tijd. Dus dit is eventjes voor wat het is. Ik heb even een kaarsje als leuke schattige decoratie neergezet hier. Dus dat is dus hetgeen. Daar dus mijn bureau. Mijn bed heb ik dus gedraaid. Na alle spullen weggehaald te hebben. Dit is dus morgen ook de positie van mijn bed. Ik wilde mijn bed eerst gewoon schuin draaien tegen de muur. Maar ik dacht een tweepersoonsbed moet je ook gewoon normaal benutten. Want als er nou iemand... Ik weet niet wat dat was, maar goed. Als er nou iemand bij mij slaapt en die slaapt in hetzelfde bed. Ligt diegene aan die kant van de muur of ik lig daar, maakt niet uit. Dan moet je over elkaar heen. Als je 's nachts het bed uit moet. Of als je überhaupt het bed uit moet. En ik dacht, ja weet je, een tweepersoonsbed hoor je ook gewoon aan beide kanten te benutten, vind ik. Dus vandaar dat ik mijn bed heb gedraaid. Ik vind het op zich heel wennen. Ik heb nog nooit zo geslapen, altijd tegen de kant. Maar ik vind het meevallen. Ik had ook echt gedacht van, dit wordt hem niet. Ik heb veel te weinig ruimte straks. Er komt morgen dus hier het stukje wat je tussen het bed en het vloerkleedje ziet. Dat wordt morgen dus nog benut. Er komt nog dus morgen het overgebleven tweede persoon stukje. Wat dus aan het bed zit. Dat komt hier morgen. Dus dan heb ik echt een tweepersoonsbed. Dus dan ligt het kleedje hier. En dan heb ik dit nog als loopruimte. Hier staat een nachtkastje. En hieronder ligt een stekkerdoosje voor mijn lampje en mijn telefoonoplader. Dit poefje stond aan de andere kant van de kamer. Die heb ik nu hier neergezet. En daar heb ik even mijn schooltas op gezet. Mijn schoenen ernaast. Want aan de andere kant heb ik natuurlijk dat dekenkist neergezet. Jongens, ik moet zeggen, ik vind het heel raar om zo te zien. Maar hoe langer ik ernaar kijk, hoe leuker ik dit vind worden. Het staat leuk. Ik weet niet hoe het morgen nog staat met het witte bed. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben natuurlijk sowieso, ik schuif deze even weer terug. Want het was even voor de show. Dat ik jullie eventjes een beeld kon geven. Ik vind het gek om zo mijn bed in te stappen. Ik stap nooit aan deze kant mijn bed in. Ik heb meer ruimte. Maar eigenlijk natuurlijk ook gewoon minder. Want mijn bed gaat nu de kamer in plaats van dat die overdwars staat. Dat is heel erg wennen. Maar het leuke is dan wel dat ik dus gewoon lekker 's avonds mijn kussen zo neer kan zetten. En dan kan ik lekker zo tv kijken. Nu kan ik tv kijken. Maar wat ik dus bedoelde is dat ik dan hier een frame heb zitten. Waardoor ik dus recht tegen mijn tv aankijk met het frame. Maar het is zo gek om nu zo mijn kamer in te kunnen kijken. Het is echt heel gek. Maar ik vind het ook wel heel leuk. Ik heb trouwens even het kussen neergezet voor het geval ik vannacht in één keer denk, oh ik ga even draaien. Dan lig ik in één keer met mijn kop tegen een plaat aan. Sowieso, ik zei tegen mijn opa net, want ik wilde even zijn advies weten. ik moet uitkijken dat ik vannacht niet naast mijn bed lig. En hij zegt, hoezo? Maar normaal ben ik aan deze kant vrij, kan ik eruit. En aan deze kant lig ik normaal tegen die muur. Dus ik hoop dat ik vannacht opmerk dat als ik dit doe, dat ik dan weet dat ik ernaast ga vallen en niet dat ik doordraai. Ik vind het raar. Ik vind het ergens ook heel erg leuk. Het kastje vind ik op zich wel een goed idee. Mijn oma zegt nee, dat was maar een grapje. Dat moet je helemaal niet doen. Maar zo slecht vind ik het niet. Want als ik nu gewoon een klein dun plaatje ga halen. Misschien hebben we die zelfs nog wel. Maar als ik die gewoon op maat laat maken van het vak wat open is in de kast. Dan is er niks aan de hand. Kijk, het hoeft niet per se dicht te zijn. Het mag voor mij ook gewoon transparant zijn. Want het enige wat je daar ziet zijn de kabels. Maar dat maakt het niet uit, want die zie je pas alleen als je er echt in kijkt. Het is heel raar dit. Het is echt heel gek. Maar het is een hele grote, maar wel een hele leuke verandering. Terwijl ik vind het gewoon echt heel erg leuk.
Ik had al gezegd, ik ga mijn bed niet draaien. Omdat het dan gewoon echt zoveel ruimte in beslag neemt. Maar het ding is ook, het enige moment dat ik daar loop, is het moment als ik naar mijn bureau moet. Of naar mijn kledingkast. Maar ik kan ook gewoon 's morgens lekker eruit mijn kleding pakken en die kant op. Weet je, het gewoon even anders indelen. Maar ik vind dit echt heel tof. Ik ben heel benieuwd hoe dit morgen wordt als mijn bed er is. Ik weet trouwens überhaupt niet of we morgen al in elkaar zetten of dat we dat zaterdag pas doen. Maar ik heb er zoveel zin in, jongens. Überhaupt vannacht zo slapen op mijn eenpersoonsbed voor de laatste keer. Maar sowieso zo op deze manier, in deze houding, in mijn kamer slapen. Lijkt me zo raar. Maar ook weer heel erg leuk. Ik vind het zo leuk staan. Ik kan nu mijn tv zien zonder dat ik dan zo schuin in mijn bed moet liggen om dan mijn tv te zien. Ik kan nu gewoon lekker recht liggen met mijn hoofd tegen de muur en straks tegen mijn hoofdsteun. Lekker chill. Kan ik gewoon recht naar de tv kijken. Ik kan er straks aan deze kant uit. Ik kan er straks aan deze kant uit. Ik vind het zo ontzettend. Ik vind het nu al leuk. En mijn bed is er nog niet eens. Het is echt heel tof. Echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik ga mijn make-up afhalen, want mijn ogen die branden een beetje. En dan ga ik, wat ik er net al zei, gewoon denk ik lekker een leuke film kijken of zo. Ik ga even wat drinken pakken. Even film kijken. En wat ik daarnet ook al bij mij gedacht. Dit wordt echt een lange vlog, jongens. Maar wat ik net ook bij mij gedacht is, ik deel mijn kamer nu eigenlijk in twee delen. Een chill deel en een werkdeel. Ook niet al heel slim, toch? Of het dom bedoel ik. Ja. Ik weet niet, jongens. Ik ben er heel stiekem heel blij mee. Ik hoop morgen nog steeds. Zo niet. We gaan het morgen meemaken. Maar ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, ik moet morgen natuurlijk eerst naar school. Mijn tas is in ieder geval ingepakt, dus dat is mooi. Ik ga wel een beetje vroeg slapen, want ik ben nog steeds niet lekker. Maar ik ga eerst even wat drinken, want ik heb dorst. En ik ga mijn make-up eraf halen, want dit ziet er echt niet meer uit. Het lijkt wel Halloween. Het is Halloween vandaag, jongens. Maar ik ben gewoon helemaal ready. Mijn make-up zit gewoon hier. Ik ben helemaal klaar voor Halloween. Goedemorgen. Ik ben wakker. Ik heb goed geslapen. Alleen. Mijn pa belde me wel om 6 uur. Of ik wilde kijken of mijn moeder al wakker was. Die is dus al wakker. En ik nu ook, terwijl mijn wekker eigenlijk gewoon om iets over 7 gaat. Het is 7:30 nu. Maar goed, ik ben wakker. Ik ben tv aan het kijken. En ik ga even een kopje koffie halen. En gewoon lekker chillen tot 7 uur. Why not? Goed, ik heb lekker een kopje koffie op. Ja, het is helemaal leeg. Jongens en meisjes, het is zover. Ik ga voor de... Het is zo raar allemaal, echt. Dat ik vannacht voor de laatste keer in het eenpersoonsbed heb geslapen. Ik heb überhaupt nog nooit zelf in het tweepersoons geslapen. Ik ga het zo leuk vinden. Ik ga mijn bed voor de laatste keer een soort van recht trekken. Ik ga hem helemaal opmaken, want die kussen kan ik toch niet kwijt. En anders moeten ze er vanmiddag weer vanaf, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ik wil wel mijn bed gaan opmaken. Oh, it's so sad. Maar ja, it is what it is. Ik heb mijn kleding trouwens klaargehangen, dus dat ga ik zo even aantrekken. Ik ga mijn bed recht trekken. En ja, laatste keer jongens. Ik heb vanavond een wit ijzer tweepersoons bed in mijn kamer staan. Like, yes. Oké, opmaken. Dat was hem. Zo raar. Goed, opgemaakt. Ik ga mijn kleding even uitstellen. Huh? Oh ja, dat klopt wel. Top, ik ga me even wassen aankleden. Klein beetje make-upje opdoen. Ik heb niet zo heel veel zin. Dus het wordt vrij natureel vandaag. Vergeleken met de rest van de week. En dit is wat het is, jongens. Ik ben er wel heel blij mee. My last time. Oh, ik ben klaar, jongens. Ik ben klaar.
klein make-upje erop. Niet al te too much. Mijn haar is gedaan. Ik heb mijn God is a Woman Ariana Grande shirtje aan. Met dit zwart vliesvest over. Een blauw bewerkte broek en mijn grijze Nike's. En mijn pyjama van morgen vanavond hangt er wel uit. Ik heb wat ik vannacht aan had en de afgelopen nacht in de was gedaan. Ik heb nu een short en een t-shirt klaar hangen. Maar hey, I'm ready. Ik ben op zich helemaal done, klaar, ready to go. Vraag me niet waarom ik een dik vest aan heb gedaan en ik eigenlijk er best wel saai uitzie voor wat ik normaal aan heb. Maar ik heb niet zo zin om me eigen helemaal perfect te gaan aankleden en alles. En het is toch koud buiten en koud op school, dus wat maakt het uit? Ik heb mijn tas ingepakt, die staat helemaal ready en klaar. Ik heb gisteravond ook een andere tas daar staan en ik dacht, weet je, ik ga even switchen, want hier kan net even iets meer in. Ik ga deze trouwens ook afzetten. Dan ga ik naar beneden. Dan ga ik nog een kopje koffie drinken. En dan ga ik zo de deur uit. Ik moet even naar de Action om een nieuwe map te halen. Want mijn map is zojuist kapot gegaan. Dus alles zit nu los in mijn tas. Dat is niet zo heel erg handig. Dus dat ga ik zo even gauw doen. En daarna dan ga ik gewoon lekker richting school toe. Oh jongens en meisjes. Ik heb wel zin in vandaag. Zeker om vervolgens thuis te komen. Dan is mijn bed binnen. Ik ben natuurlijk om 4 uur pas klaar. Dus ja, ik zou zeggen, let's go. We gaan naar school. Ik kan echt niet stoppen met lachen, zweretje. Ik ga het naar school. Mis wat buiten, maar let's go. Oh my god, ik ben thuis. Hij staat dus zo, hij kon niet anders, dat ik dan geen loopruimte meer had. Wat heb je hiermee gedaan? Ik heb hem omgedraaid. Voor de loopruimte. Oh, het is wel echt heel erg leuk. Nu kan ik eindelijk op mijn terras testen. Oh my god! Mag dat nu online? Mag dat nu online? Ja, we hebben een nummertje gemaakt op je bed. Oké. Okay. Oh, mag dat nu online? Wat? We hebben een nummertje gemaakt. Wow, dat matras is lekker. Nou kan ik het echt voelen. Let wel op, hè. Ja. Oh, wat een liefde. Jongens en meisjes, mijn bed staat er nog steeds. Opgemaakt en wel. Ik heb er lampjes omheen gedaan. Dit is super leuk in de avond. Geeft een heel tof effect. Maar het is tijd om te gaan slapen. Hetgene wat we morgen nog gaan doen, dat ga ik morgen niet filmen. Ik ga morgen deze video editen. Het hoofdend wordt verplaatst naar het voetenend. En het voetenend wordt verplaatst naar hier. Omdat ik het best heel raar vind staan. Om een hoofdend in het midden van mijn kamer te hebben staan. Op een of andere manier klopt dat niet helemaal in mijn gevoel. Dus dat wordt morgen veranderd naar die kant. En dan gaat mijn voeteneind hier naartoe. Dat moest schijnen we helemaal los te moeten halen. Ik heb geen idee hoe en wat. Maar het zal wel. In ieder geval ga ik me omkleden en duik ik mijn bedje in. En ik denk dat ik vandaag gewoon lekker asociaal in het midden ga liggen. Dat kan nu. Dus we gaan het ook gewoon lekker doen, jongens. Ik ga me omkleden. En dan ga ik mijn bed in. Goed, ik ben omgekleed. En ik zit nu op mijn bed. En ik ging net zitten en ik dacht, dit is zo raar. Normaal ben ik gewend, oké, hier is mijn bed, hier ga ik liggen. Maar nu kan ik aan die kant liggen. Ik kan aan die kant liggen. Ik kan over dwars gaan liggen. Zo raar, maar het is ook weer zo ontzettend leuk. Ik ben er echt blij mee. Oh. Wordt een leuk weekend, denk ik. Maar ik ga gewoon de hele weekend in mijn bed liggen. Ik kan hier genoeg ervan genieten. Ik heb koolzuur op, dat is niet zo lekker. Trouwens, mijn kettingje die ik om heb ik net nieuw. Ik heb namelijk de afgelopen week dit kettingje gezien. En ik vond hem zo mooi. Het is een origami olifantje. En I love it.
Ik ben er zo blij mee. Ik heb van mijn ouders gekregen. En geloof me, die is om en die gaat echt niet meer af. Oh, misschien heel af en toe. Maar goed, ik sla de dekens dicht, jongens. En ik heb een ruimte. Zo raar. Ik ga vannacht wel aan deze kant liggen. Omdat ik bang ben dat ik vannacht weer naast mijn bed lig. Ondanks mijn twee persoons. Oké, ik moet mijn dekbed naar die kant terugslaan, want ik heb dat niet nodig. Ik kan daar blijven. Jongens, ik heb een twee persoons bed. Ik ga... nee, nou maar, dat ga ik niet eens zeggen. Dat komt gewoon compleet verkeerd over. Echt. Ik ben zo blij. Ik ben echt zo ontzettend blij. Ik lig in het twee persoons bed. En het ligt zo lekker. Oh, ik kan helemaal gewoon echt helemaal zo gaan liggen. Ik ben heel benieuwd hoe ik morgen wakker word. Zal ik gewoon heel even wachten met de vlog eindigen? En dan vertel ik jullie morgen hoe ik heb geslapen. En dat ga ik gewoon doen, want het is raar om nu te eindigen en dan niks meer te vertellen erover. Ik ga slapen. Ik ga genieten van mijn nachtrust. En ik zie jullie morgen. En ik lig best wel eenzaam zo, dus ik heb wel iemand nodig hoor. Weet jullie nou een leuk persoon, jongens? Let me know in de comments. Wat achter. Ik hoop nog steeds een keer dat Brooklyn voor roadtrip ooit hier ligt. Maar dat zal vast niet. Jongens, I don't care. I'm single, maar hey. Ik heb genoeg aan mezelf. En hey, nog iets. Ik heb het bed voor mijn eigen alleen. Slaap lekker, jongens. Jullie morgen. En ik lig er nou tussenin. Dat is ook lekker. Slaap lekker. Goedemorgen allemaal. Ik heb echt heerlijk geslapen in mijn nieuwe bed. Ik heb echt heel goed geslapen. Het was vannacht wel even, of vanmorgen vroeg, dat ik echt dacht van, hè? Waarom kan ik daarbij? En toen dacht ik, oh ja, ik lig in een tweepersoons bed. Wat ik net heb gedaan. Dus ik irriteer me gewoon heel erg dat ik niet kan draaien. Dat heb ik me bij neergelegd. Het gaat niet anders. Maar ik dacht, er kan ook iemand lopen om de ombouw, om die kant. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb mijn bed een stukje van de kant gehaald. Daar tegen de muur gezet, want ik wil mijn hoofd uit gewoon tegen de muur. Ik vind dat zo leuk. Dus wat ik nu heb gedaan, dit kleine stukje hier. Dit is zoals ik zeg, dus dat moet je niet mee rekenen. Maar, ik kan hier dus ook gewoon lopen. En dan kan ik hier gewoon mijn bed in, want ja, hoe vaak je gaat, loop je hier toch alleen maar als je bed in gaat. En dan kan ik dus hier, ik ga deze twee hokken straks leegmaken. Zodat ik die allemaal heb als nachtkastje en lichtje en zo. Maar, ik kan nu dus zo ook aan deze kant liggen. En ik kan er dan aan deze kant uit als ik wil. En met opmaken vanmorgen was echt niet te doen. Ik dacht, weet je, ik ga mijn bedstuk van de kant halen. Zet ik hem hier tegen de muur aan. Bij mijn New York. En dan was het ook wel veel makkelijker opmaken, want ik kon ook naar deze kant lopen. Ik heb een vloerkleedje aan deze kant neergelegd. Ik weet niet of mijn ouders hier bellerij mee zijn. Want ik heb gisteren echt even een fikse discussie gehad. Omdat ik het bed gewoon tegen een muur aan wilde. Ik wilde niet schuin tegen de muur. Ik wilde met een hoofdend tegen de muur. Dit is dan waarschijnlijk de enige oplossing. Mijn ouders wilden hem absoluut niet draaien. Dus gewoon rechte kamer in hoe mijn eenpersoonsbed eerst stond. Want dan was er gewoon totaal geen loopruimte over. Nu is dit allemaal nog over. Is allemaal meer als genoeg. Maar ik vind dit gewoon leuker staan. Ik vind dit echt veel en veel leuker staan. En ik kan die vakken er nog gelijk gebruiken als nachtkastje aan deze kant. Dus ja, I'm happy. Ik heb vannacht wel lekker geslapen in mijn bed. Mijn pa kwam vanmorgen vroeg, die moest werken. Die kwam vanmorgen vroeg nog kijken, had ik door. Ik had door dat hij in mijn kamer heen liep. Dus dat was ook wel heel leuk en grappig. Moest ik wel lachen. Dus ja, ik ga deze... vak en zo even leegmaken. Ik ga mijn pyjama nog lekker aan. En ga ik even een beetje rommelen. Daarna ga ik deze video editen, want dat moet ook nog gebeuren. Echt, er komt een vriendje bij, jongens. Dat is niet te doen. Dit is Sjaak. Welkom, Sjaak. Hi. Ik heb hier nooit meer pukkels. En nu denkt er een of andere gek in één keer, ah, ik ga daar een plekje zoeken. Mijn lip, dat is de ergste plek die ik kan hebben. Dat is echt irritant. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Of nee, slapen. Huh? Oké, ik ben echt helemaal van de pad. Ik ga niet slapen. Ik ga wakker worden.
Ik wil gaan editen. Ik haal deze even weg, want hier ga ik natuurlijk 54 keer tegenaan lopen. Dus die hang ik hier. Dat is mijn boxje. Dus kijk, op zich, ik kan hier gewoon recht staan. Als ik hier gewoon recht sta, is er niks aan de hand. Kijk, je kan ook gewoon zo gaan lopen natuurlijk. Maar het is alleen het enige moment als ik aan die kant van bed moet wezen of als ik ga slapen. Dus wat mij betreft is dat niet zo'n heel groot probleem. En er is nog steeds genoeg loopruimte. Dus ik ben benieuwd hoe groot de discussie vandaag er gaat worden. In ieder geval ga ik deze weekend besteden aan eigenlijk van alles. Even mijn beeldscherm weer recht zetten, want die staat zo scheef, dus ik weet niet wat. Zo. Ik ga dit weekend eigenlijk echt wel besteden aan huiswerk dingen maken, de video editen, deze vlog. Moet ook gebeuren, ga ik zo meteen gelijk lekker doen op mijn bed. Lekker zitten, lekker chill. Dus ja, jongens en meisjes. De tijd is gekomen, maar ik heb een nieuw bed. Een tweepersoonsbed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik denk dat die echt heel lang is. Maar er is ook heel veel gebeurd de afgelopen paar dagen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Doe deze video natuurlijk wel een blij duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je blij bent dat ik een tweepersoonsbed heb. Vind je het bed nou leuk? Of zeg je van, joh, ik kan dit misschien nog toevoegen aan het bed als leuke decoratie. Ik heb dan nu natuurlijk die lampjes. Let me know. Het is altijd leuk om te weten. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!